Ja, hier is Fischie weer en vandaag weer een nieuwe aflevering van de Road to TDM. Op. Even kijken of alles goed loopt. Ja, alles loopt goed. Perfect, toppie, want we gaan opnemen. We gaan spelen op de map Dome. En ja, nou, let's do it, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Even kijken, even een paar mensen muten. Muten. Oké, host migreert net, want het was net een AIDS lobby, een laggy, een troepje. Dus nu in ieder geval niet. Dat is fijn. Oké. Waar zitten ze? Nou, ik ga ervan uit dat ze daar blijven. Oké, zus telt ook mee. Dat telt niet mee. Als je doodgaat, dan telt dat niet mee, hè? Nee, nee. Met een ACR, met Red Dot en Assassin op. What the fuck? Oké. Eén speelt met Recon. Kan ik wel wat hebben? Oeh. Yes. Oké. Kiekeboe. Dat zijn slimme dingen. Oei. Come on. Hier niemand. Daar niemand. Kom op. Ja. Kom op. Ja. Oh, kut. Moest tactical gaan. Godverdomme. 15 streak weg. Ja, ik ging daar tactical omdat ik gewoon, ja, ik denk ik wacht ze op, snap je? Maar ja, ben ik ook nog één kogel dood. En dat is natuurlijk wel vette bullshit natuurlijk, maar ja, oké, het zal wel weer. Weet je, dat is wel vaker met deze game. Nee, niet een RPG. Kom maar. Come on, full attack mode! Oh. Assist counter skill. Telt wel mee. Come on. Oh, kut! Kalashi, ik zie hem niet! Assassin! Oh my god! Fucking hell! Op zich is het super handig, die ene gast met, hoe heet ik weer spelen? Oh, Recon. Maar... Oh. Precies op dat moment draai ik me om en dan komt er daar weer eentje vandaan. Kijk toch heen en weer, het is 4 tegen 4. Ik play. Ja. Oh my god. Ja. Dat is wel lekker. Ja. Oké, portable even neerleggen. Komt er eentje aan. Kut, leier! Het slaat helemaal nergens op. Kom op dan.
toch. Ik schiet op hem. Ja, dat was slecht. Weer trouwens. Die Kalassi. Jezus mensen. Kalassi staat ook bovenaan. Dan zie je hoe erg trouwens hoe Assassin overpowered is. Zie je? Dat zie je gewoon heel erg duidelijk. Want anders zou hij niet zoveel kills hebben. Oh, kut zo. Weer Kalassi. Dat is wel toevallig. In dit geval was het niet dat ik echt zeg maar een duel aanging, maar... Oké. Okay. Ja. We gaan even kijken hier. Ja. Nou, wat meteen. Kijken. Ja, het is al wel afgelopen natuurlijk, dus we gaan gewoon nog een potje spelen. Even specialist halen natuurlijk. En nog een killetje maken. 35-9! Eerste potje is wel een heel goed potje trouwens. Met een double final kill cam. En eigenlijk een triple kill kunnen maken daar, denk ik. Nou, net niet, denk ik. 35-9. Ja, het is wel eigenlijk een heel goed potje. Geen host. Oké. Maar wel 35-9. Dat is echt goed natuurlijk. Dat is bijna gewoon de helft van de kills van in een potje... In een potje TDM. Nou, we gaan nog een potje spelen. Ik hoop dat we dan bootleg gaan doen. Ik zie jullie zo terug bij de volgende... Nou, we gaan in ieder geval bootleg spelen en je ziet dat de host is gemigreerd, want het staat 0 punten. Dat betekent dat een andere host, er een andere host is. Ja, ik let er altijd op, ja. Je weet dat ik ben van de lag, dus ja, daar ga ik erop letten natuurlijk, hè. Dat maakt niet uit. Nou, bootleg, het is bootleg geworden. Bootleg, een van mijn favoriete mappen. Nee, het is echt een super map. Voor mij ben ik host geworden, aangezien ik als eerste 4 bar heb in de lobby. Of de host zit heel dicht bij mij, dan kan je ook 4 bar hebben. Even kijken. Lage ranks, redelijk. Alleen eentje is een 13e prestige. Of 18e prestige. Een Romeinse V'tje natuurlijk en een 3 eentjes. Dat is een eentje. Deze gaat liggen op de grond. Pure graf-eet natuurlijk. Dit is handig voor de spons. Oeh. My god! Hoe weet hij dat ik eraan kom? Iedereen gaat zo. Daar ben je wel echt een tyfusmogol. Als ik heel eerlijk ben. Het slaat echt helemaal nergens op. Ari, weet ik veel. Of Anus, teringleider. Wauw, meen je dat nou echt? Wauw. Hé! Oh, what the fuck, zegt deze gasten. Hé? Oké. Nou. Oei. Pop. Even online. Goed luisteren. Nee, zitten daar niet. Of zitten in binnen. Shot! Hoe kan dat dan? Nou, dat is echt gewoon ongelofelijk dit. Dat kan toch echt niet gewoon? Krijg toch het ene weer. What the fuck? Oh, we hebben een of andere spitskienerige tyfusleiders bij ons. Die gewoon weer echt ultra lag hebben natuurlijk, zoals altijd.
Oké, okay, even kijken wat ik hiermee ga doen. Niks, want ik ga dood. Jongen, jongen, jongen. 1, 10, 3, 10. Bedankt, hè, jongens. Lekker, jongens. Dankjewel. Toppie, dit er. Nah, ze doen helemaal niks. En mijn team is ook verschrikkelijk slecht. Oh my god, zeg. Kom op nou. Jongen, jongen, jongen. Tuurlijk. Huh? What the fuck? Hoe kun je mij nou horen? Gewoon, ah, in de splitscreen zijn we weer gekwit natuurlijk. Ja, want jullie hebben er tyfus zoden van gemaakt, ja. Dus dan gaan we nu maar eruit, hè. Want ja, nu is het leed al spreekwoordelijk geschiet, hè. Wat is dit, weer een headshot? Hoe kan het nou weer een headshot zijn, jongens? Het is toch echt niet normaal, dit, hè? What the fuck? Weer een headshot! Mama. Natuurlijk, Cobra. Natuurlijk hebben we een Cobra bij. Tuurlijk! Weer een headshot! Oh! What the fuck? Headshot door die muur heen! En die splitscreens zijn nog kwit ook, met dikke min, hè? 12, 13. Wat een kutpotje. Nou.